Dat wil dus ook zeggen dat ik weer even de andere video's weer even opnieuw moet doen, hè? Ik ben er weer. Even weer afwachten of jullie er ook zijn. Even weer de video's opstarten. Oh, volgens mij is dit beeld op mijn tablet is nu veel beter. Volgens mij is het beeld op de tablet nu beter. Ik laat gewoon nog even snel zien voor degene die het eerste deel niet heeft gezien. De Funvolt kaart. Diegene die uit het A4 wordt gesneden, die kennen we eigenlijk allemaal al wel. Maar ik laat even snel zien hoe ik die gemaakt heb. Of hoe ik die gemaakt heb, hoe die gemaakt wordt. Dus vanuit een A4. Ik heb er al even eentje voorgesneden om te snel te laten zien hoe die gemaakt wordt. Zo is de oorspronkelijke A4. Dan ga je deze dubbel vouwen. En je gaat deze kant dubbel vouwen. Oh. Maar dat doen we nadat we deze 1 centimeter eraf hebben gesneden. En dan gaat hij dubbel gevouwen worden over de lengte en over de breedte. Als je dat hebt gedaan, dan ga je hem van punt naar punt ga je hem doorsnijden. En zo krijg je dan dus die 2 gevouwen kaarten. Dus 2 kaarten uit 1 A4, dan krijg je dus dit. En vandaag wil ik hem laten zien hoe ik hem in een vierkante kaart heb gemaakt. En dat is dan deze. Eigenlijk dezelfde werkwijze, alleen een groter vel papier uit scrappapier. En die heb ik 27 bij 27 centimeter gemaakt. Die gaan we dan ook even dubbel vouwen. Oh, dan kan ik de puntjes niet zo goed zien hier. Goed. Dubbel vouwen over de lengte en over de breedte. Dat is dus hetzelfde als bij de A4. En wat je dan ook bij deze doet, is hem doorsnijden. Doorsnijden. Ik zet wel even een hulplijntje. En nu ben ik even mijn potloodje kwijt. Ik heb hem alweer. Daar wil ik doorheen. Dat is het midden. En dan wil ik ook naar dat puntje toe. Ik moet eerlijk zeggen, als ik het wel eens te snel doe, dat hij dan niet mooi aansluit. Maar dan snij ik me gewoon heel stiekem bij. Oh, is niet helemaal goed doorgesneden. Als jullie het te warm vinden om de video te kijken, hij is ook terug te kijken. Ik ga hem gewoon uploaden. En dan is hij ook gewoon terug te kijken. Kijk, en dan heb je eigenlijk de kaart al. Omdat je... Even mooi de hoekjes wat scherper maken. Wat heb ik verder? Eentje mag er weg, want die hebben we dan dus even niet meer nodig. Wat heb ik verder bij deze kaart gedaan? Wat ik heb gedaan is een snijmal gebruikt voor de binnenkant.
Alleen daar heb ik geëmbost. Daar heb ik een gewoon een vierkante 13,5 13,5. Even mijn plaat. Even kijken. Ik heb daar deze mal voor gebruikt. Dat is de Winterflowers van Precious Marieke. Deze mal heb ik daarvoor gebruikt. Die leg ik dan gewoon zo op de kaart. En die gebruik ik met de rubberen mat, de embossing mat. Dus de embossing mat, papier, mal en de plaat gaat dan door de machine heen. En dan denk je, had hem al even doorverwerkt, doorgedraaid, omdat ik natuurlijk de machine even op een andere tafel heb staan. Dus anders kon ik daar niet zo bij. Dan heb ik hier zo van die hele randjes had ik er aan. Van waar die afgesneden was. Doordat ik natuurlijk het papier wat groter heb gehouden. En dan zie je die randjes zie je wel heel erg. Die heb ik er afgesneden. Anders zie je dat randje zie je ook. Bij dit papier. En dat vond ik toch niet zo mooi. Nou, en dan ga ik een kleurtje geven. Even een kliederblaadje eronder. Ik heb nu mijn kliederblad er niet onder, omdat ik moest gaan snijden. En ik wil nog wel eens vergeten dat ik mijn kliedermat eronder heb liggen. En dan begin ik gewoon met snijden. En dan vandaar dat ik er ook in heb gesneden. Ik wil een beetje laten aansluiten bij het plaatje wat ik op ga doen. Goedenavond Helene van den Kamp. Je hebt me toch gevonden. Ik had al een keertje opnieuw moeten opstarten omdat ik te bibberig beeld had. Ja. En dan was ik even aan het kijken met welke kleur ik dat ging doen. Ik wil dit plaatje erop gaan doen. Dus ik wil de kleuren daar toch wel een beetje bij hebben. Dus ik dacht maar even, ik wil hem toch wel een beetje in het blauwe houden. Blauw, donkerblauw en die lichte blauwe. Even kijken, wat is mooi. Ik ga er natuurlijk ook op stemmen. Oh, dan doe ik het randje, doe ik donkerblauw. En de binnenrand doe ik wat lichter. Ik doe het met de Distress Oxide. En ik heb de petjes er altijd onder. Dan heb ik altijd het goede petje bij de goede kleur. Ja, dan ga ik ze nog zelf door de war halen ook nog. Ik ga hem... Ik vind het fijn dat je kijkt, Helene. Dit is de lichte kleur. Daar ga ik dus de lichte kant mee doen. Nou ja, het is een beetje te donker. Maar ja, je weet dus al wel wat ik fout heb gedaan. Het is normaal altijd... Goed. Zo kun je zien dat het bij mij ook altijd wel eens wat fout gaat. Maar ja, dan kun je dan weer gewoon wegwerken. Heel voorzichtig erop gaan. Ach, je hebt wel altijd wel takjes, bloemetjes om het weg te werken. Ik heb nu wel even voor de oxide inkt gekozen. Omdat met de Memento inkt waar ik het normaal mee zou doen. Daar kan het ook mee. Alleen die dekt wat minder snel. Dus dan ben je gewoon iets langer bezig. Maar soms geeft dat wel een mooie effect. Want dan heb je het wat lichter. En daar ben ik ook wel vaker van. Even... De andere ook in de gaten houden. En het buitenste randje. Dan maakt het mij niet uit dat ik over die binnenrand heen ga.
we gewoon heel voorzichtig. En soms een dikkere plekje is ook wel weer leuker. Wat speelser. Goedenavond, Antoinette Jets. Ook jij hebt mij gevonden. Ik weet niet of jullie al gezien hebben welke kaart het gaat worden. Oh, maar ik vind hem wel mooi. Ik was van de week een testfilmpje aan het doen en daar had ik het beeld heel mooi over dwars. Alleen als ik nu weer mijn camera aanzet, dan hebben jullie een stijve nek als ik hem ga opnemen. Dus ik heb gewoon maar weer de oude instelling gedaan. Alleen het beeld is iets kleiner. Goed, deze kaart ging ik maken. Dat is een Funfold kaart. En hij wordt uit een scrapvel gemaakt van 27 bij 27 centimeter. En dan is de kaart, wordt dus uiteindelijk gewoon 13,5 bij 13,5. Sorry. En dat kan gewoon in een vierkante envelop. Deze kleuren vind ik mooi. Het filmpje wat ik dus van de week aan het maken was, dat was met die alcohol inkt. En op een gegeven moment had ik dus ook gewoon niet meer in de gaten dat ik een filmpje aan het maken was. En dan hoor je mij dus ook gewoon zeggen, nou, dat vind ik dus absoluut niet mooi. En ik zat hem terug te kijken en ik moest er best wel om lachen. Maar ja, goed, op dat moment vond ik het ook gewoon echt niet mooi. Alleen het eindresultaat vond ik wel mooi. En deze vind ik gewoon mooi. Dit is dus de rand die ik geëmbost heb met een stencil. Met een snijmal. En daar heb ik gewoon mee geëmbost. En ik vind het nog mooi ook. Nee, Antoinette Renate heeft geen last van de warmte. Zeg, toen straks was wel even naar... ben voor een congres naar Papendaal geweest. En in de auto zonder airco was het wel even warm. Maar goed. Te warm kan het toch eigenlijk niet zijn. Hier ga ik een stempel op stempelen. Even die kaart aan de kant. Dat vind ik wel mooi. Ik heb een stempelhulp. Ik heb volgens mij de simpelste. Maar omdat ik hem ook vaak meeneem, is die wel lekker licht. Ik moet zeggen, ik heb ook de andere stempelhulp. Nou, van mijn moeder mag ik hem dan wel eens lenen. En dat is de zwarte... De stamping buddy van Nelly Snelle. Ik moet wel zeggen, die is wat zwaarder. En dat stempelt ook wel heel erg goed. Even kijken. De stempel. De tekststempel kan bijna niet meer zonder een stempelhulp. Nou, de stempel leg je op je papier waar je hem wil hebben. En ik gebruik nu de archival inkt. Omdat ik dat wel zelf prettiger vind. Omdat ik nu op de stressoxide ga stempelen. Duurt alleen wat langer voordat hij droog is. En ik vind hem wat... hoe moet ik dat zeggen? Ik vind hem wat dikker. Wat dikker. Als ik de... Vaker gebruik ik de Stasson. Omdat ik ook met kleurpotloden en terpentine inkleur, heb ik de Stasson nodig. Maar als ik daar teksten mee stempel, vind ik toch sierlijker, strakker. Deze is wat grover. Misschien leg ik het zo goed uit. Kijk, en daar heb je die stamping buddy dus voor. Krijg je dus uit je hand, krijg je dat nooit voor elkaar. Ik zie dat ik nog helemaal geen notdoekje klaar heb liggen. Kijk, en dan gaan we gewoon nog een keertje eroverheen. Met de... Deze kaart is eigenlijk tot stand gekomen
Omdat ik een opdracht kreeg voor een nieuwe woningkaart. En ik wilde gewoon... Nou ja, ik vind het nooit leuk om standaard kaarten te maken. Even een nat doekje pakken. En toen dacht ik in één keer van, hé, die ga ik proberen. En ik vond hem zo leuk, dat ik dacht van, nou, dat wil ik jullie ook wel laten zien. En bij mij wordt eigenlijk, twee kaarten worden nooit hetzelfde. Deze gaat er wel aardig ver in de richting van diegene die ik net heb laten zien. Nee. Maar het gebeurt niet vaak. Ik vind het nooit leuk om twee dezelfde kaarten te maken. Kijk, en die komt daarin te liggen. Die ga ik gewoon met tape vastmaken. Stamping Buddy. Even kijken. Ja, mijn kledermatje mag ook wel even weg. Dat hebben we zo alweer nodig. Even mijn kaartje tapen. Zo makkelijk dat hij gewoon af te scheuren is. Normaal gebruik ik ook wel gewoon lijm. Soms is dat makkelijker. Want dan kun je nog een beetje schuiven met de kaart waar je hem hebben wil. En met tape zit hij gewoon vast. Niet echt makkelijk te schuiven. Deze zijn ook makkelijk los te halen. Gewoon gelijk weggooien. En even kijken dat ik niet met mijn hoofd ervoor zit. Je wil natuurlijk weten met welke kleur ik dit heb gedaan. Weathered wood. Weathered wood. Ik weet niet of ik het goed uitspreek hoor. Een chipped saphir. Zelf niet van tevoren getest, maar ik vind het een mooie kleurencombinatie. Nou, dat is dus de binnenkant van mijn kaart. En de buitenkant. Daar ga ik. Bij de andere kaart heb ik daar de mal die ik binnenin geëmbost heb. Heb ik ook een keer uitgesneden in het groen. En er gewoon opgeplakt. Nou ja, wat heb je dan? Je hebt dan eigenlijk deze mal. En die kan je gewoon doormidden knippen. Doormidden knippen. Maar goed, dat ga ik nu dus niet doen. Want, zoals ik al zei, dezelfde kaarten maken vind ik niet zo leuk. Hij wordt weer net even iets anders. Alleen ja. Even kijken of daar ook nog alles goed gaat hoor. Oh, ik zie dat Angelique Broekhuis ook wel weer kijkt. Ik hoop dat het beeld voor haar nu beter is. Want zij zei dat ik opnieuw moest opstarten. Nou ja, wat heet beter? Wat heet beter? Ik heb gerassenrandjes gestanst. En de gerassenrandjes komen van de Happy Spring serie. De Happy Spring serie en deze gras. Nou kun je dus gewoon groen papier kun je stansen. Alleen ik heb het dus weer met inkt bewerkt. En dan kun je lichte en donkere vlekken maken. En die ga ik zo meteen hier op plakken.
Alleen voordat ik die ga opplakken, ga ik eerst even zonnebloemen opplakken. Zonnebloemen, het zonnetje in huis, met deze temperaturen. Ach ja, wie houdt er niet van? Is de mal van Joy. De sunflower mal. Zitten ook aan elkaar. De vier bloemetjes zitten aan elkaar. De twee steeltjes zitten aan elkaar. En de... Ja, die ja, hoe heet dat? Dat middenste deel van de bloem. Het hart. Vind ik wel fijn dat ze aan elkaar zitten. Je stand ze wel allemaal in één keer uit. Maar je kunt die kleine deeltjes niet makkelijk kwijtraken. En voor de oplettende kijker komt hier zometeen nog een aardigheidje voor. Krans maken. Deze bloemen. Wat krijg je als je hem stanst? Deze. En een steeltje. En dus van die hele kleine hartjes. Die hartjes heb ik dus weer met inkt gedaan. Dus dan kun je ze weer wat donkerder aan de ene plek doen. Je kunt ze weer wat lichter maken. Ik heb ze nu met donkerbruin gedaan en lichtbruin. Met de Memento. En dan heb ik ze geplakt. Even kijken, dat is de kleine. Ik heb ze nu met gewone hartjes van de bloem. Ja. Soms dan zie je het wel voor je en je weet even niet hoe je het noemt. Het zijn sunflowers, alleen ik heb ze vorige week heb ik ze in het wit op de kaart gemaakt. En dan lijken het een soort margrietjes. Ik heb gewoon een dotje lijm op het bloemetje gedaan. Ik heb het hartje in het midden gelegd. En het steeltje. Even kijken of ik hem nu de andere kant op doe. Die kant op doe. Heb ik gewoon even iets lijm opgedaan. Ik zet ook altijd mijn lijmflesje zet ik op de kop weg. Zodat ik de volgende keer niet veel moeite hoef te doen om de lijm uit te krijgen. Oh. En dan heb je gewoon een bloemetje. Nou, kijk even of die zo droog is, anders gaat die er nog wel op. Ook nog wel. Die andere zijn zeker weten droog. En die heb ik dus ook gewoon, de bloemen heb ik gewoon geel gemaakt. Twee kleuren geel door elkaar heen. Ook nog heel leuk om ze met oranje te doen. Heb je echt van die hele mooie zonnebloemen. Goed. Die komen dus zometeen hierop. Alleen om te bepalen waar ze dan komen, moet ik ook nog even deze opplakken. Die is ook alweer hetzelfde gebleven als die andere kaart. Maar dat komt gewoon omdat deze daarin past. Plak ik hem zo op, zit je gewoon aan de onderkant te kijken, vind ik niet mooi. Dus ik doe deze. Plak ik hier gewoon op. En misschien vind ik het wel mooi om die dan ook weer even met het grijze te doen. Even mijn kliedenbladje weer. Mijn zonnebloemen even iets aan de kant. Misschien met dat grijze. Ik heb mijn petjes daar nog. Dan gewoon even. Oh. Gewoon om even die kleuren van de binnenkant terug te laten komen. Die wordt gewoon daarop geplakt. Die gaan we zometeen zo doen.
Alleen ik ga, omdat het een verhuiskaart is, ga ik ook nog even die hoekjes even wat bewerken. En dat ga ik met een stencil doen. Ik laat wel de kaart even dicht liggen. Je krijgt dus gewoon een muur. Nou, dat vond ik wel toepasselijk bij verhuizen. Je moet altijd wel behangen. En de muur gaat toch wel meer in het bruin. Welke heb ik daarvoor? Etched. Mohenny. Nou ja, het is niet zo heel erg mijn Engels. En brushed corduroy. Even mijn petjes weer. Had ik natuurlijk al even gekeken of dat mooi was. Ik ga eerst even de lichten even iets doen. Ik vind het gewoon leuk om gewoon zo even over de kaart heen te doen. Hier doe ik gras, dus daar. Ja, nou ja, misschien is het ook wel leuk. Dan doe ik daar gewoon een heel klein beetje. En even iets met de rode. Even iets. Oh, ik ben verschoven. Even om de kaart even iets een ander kleurtje mee te geven. Maak ik zo meteen even schoon. Even de kaart. Randje geven, omdat ik het daar eigenlijk een beetje vind dat ik ernaast heb gezeten. Wat leuk die muur zo. Zo'n stencil kun je natuurlijk ook gewoon met mousse opvullen. Dan krijg je een hele mooie een opliggende muur. Nu is het gewoon een geverfde muur, zeg maar. Maar met de mousse dan komt het echt helemaal eruit. Even weer kijken. Ik ben niet nieuwsgierig hoor. Even kijken doe ik altijd graag. Ja, ik vind het leuk. Zullen we die dan gewoon daar doen? Echt wel een beetje blauwe vingers van. Oh. Ik heb hem al wel geplakt en geknipt. Ik denk dat zullen ze wel vaker zelf hebben gedaan. Dus dat ga ik niet voordoen. Zo zonde. Even kijken hoe ik hem er nu op wil hebben. Van die naar die. Van die naar die. Van die naar die. Dan moet ik daaronder blijven. Moet ik even een paar. Zitten jullie nu allemaal gewoon lekker in de tuin? Naar mijn filmpje te kijken. Oh, heb ik het nou wel goed gedaan? Ik heb het goed gedaan. Ik zei die en die. Kijk, die en die. Dat zit er gewoon helemaal mooi. Kijk, en het randje zit er ook gewoon mooi onder. Jullie zitten nu gewoon lekker in de tuin naar mijn filmpje te kijken. Of zijn jullie nu ook kaarten aan het maken en gewoon tijdens het kaarten maken een filmpje mee aan het kijken? Is ook wel leuk om te weten. Kijk, en dan gaan die zonnebloemen die gaan hier dus mooi opkomen.
En ik had nog een hele kleine. Maar die is ook leuk om hier te doen, hè. Ik heb er nog een gemaakt net, toch? Ja, maar die kan ik zo ook nog opplakken. Hier moet ik even wat meer lijm op doen. Het is natuurlijk ook wel leuk om aan de binnenkant terug te laten komen. Ah, dan plakken we gewoon zo nog een zonnebloem. Zo zie je maar. Je kunt gewoon altijd alles bijstellen wat je aan het maken bent. Soms heb ik wel eens een idee hoe ik een kaart wil maken. En dan denk ik van, nou, dat zie ik helemaal niet zitten. En dan komt er echt heel wat anders uit. Even kijken, zal ik hem zo inleggen? Zal ik hem zo inleggen? Oh, daar. Die heb ik er nu uitsteken. En die ga ik natuurlijk gewoon zo dadelijk even afknippen. En deze ga ik er even over. Plakken. Ik heb nog een randje. Met het uitzoeken van de grasrandjes. We vinden het altijd wel een leuke opvulling. Zag ik ook nog een andere leuke mol. Die is van Spring is hier. En die heeft ook een hele mooie grasrand. Met een soort vijver ervoor. Wil je alleen gras hebben, dan kun je natuurlijk die vijver er afknippen. Maar die vond ik ook wel heel erg mooi. Kijk, ik vind het toch wel een leuke kaart. En die knip ik gewoon af. En dan heb ik ook nog deze gestanst. Ik heb hem in goud gestanst. Even mijn lijm weer op de kop terugzetten. In goud. Je hebt dat soort papier heb je in goud, zilver en allerlei kleuren. Dit is lekker mooi glimmend. En ik vond het stansje vond ik wel leuk. En ik had ook het stansje liggen van wie die was. Ik denk dat het een van Yvonne Creations is. Dat die bij de Moving Madness serie hoort. Die kleine dingen. Daar hebben ze een hele handige clue sheets voor gevonden. Voor deze kleine dingen gebruik ik dat best wel veel. Wat is dat? Ik ga eerst even dat... Het kliedenblaadje even onderweg halen, want de kliedenblaadje is gewoon een oude folder. En dan pak ik gewoon weer een nieuwe folder. Gaat in de papierbak. En dan kan gewoon weer de volgende. Dit is de clue sheet van Joy. Ik vind het ideaal voor de kleine dingen. Oh. Hier zit de plaklaag op. Ik leg daar gewoon mijn stansje op. Ik had natuurlijk al wel even bedacht waar die moest komen. En ik moet even mijn pennetje pakken. Prikpen. Dit is soms wel heel erg plakkerig. Ik had het even uitkijken dat ik de stans niet helemaal uit zijn fatsoen trek. De kaart er weer bij. Je kunt dus aan mijn vingers wel zien hoe het plakt. En de Home Sweet Home. Nou, is het toch wel weer een heel ander kaartje geworden als de andere. Ik vind hem vrolijk. Met de zonnige dagen gemaakt. En eigenlijk toch nog best wel simpel. Ja, simpel. Wat heet simpel? En wat is het nou met deze mal? Deze mal wil ik verloten onder een van de kijkers. Nou is het eigenlijk te warm
voor de meeste kijkers. Dus ik ga in de uitzending van volgende week ga ik kenbaar maken wie deze mal verloot krijgt. Ze moet natuurlijk wel even een reactie laten bij dit filmpje. Zodat ik eigenlijk wel weet dat je wel kans wil maken op de mal. En als jullie de kaart willen maken, zou ik het natuurlijk ook leuk vinden om gewoon te zien wat jullie maken. Nou, vandaag had ik eigenlijk een nieuwe serie van de kerst alweer verwacht. Dus ik hoop dat ik volgende week misschien een nieuwe kerstserie kaart ga maken. Ik hoop dat jullie deze in ieder geval leuk vonden. Ik vond hem wel leuk om te maken. En ik heb gewoon weer een opdracht klaar. Ik kan weer iemand feliciteren, blij maken met de nieuwe woningkaart. Dank jullie wel voor het kijken en ik zie graag jullie reactie tegemoet. Fijne avond nog!